Klopt. Yo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering Kook TV Backstage. Ik sta in het zonnige Naarden, want ik ga vandaag namelijk Kiki verrassen. Kiki is 18 jaar, super muzikaal, houdt van zingen, houdt van gitaar spelen en wil heel graag naar het conservatorium. Nou kwam ik er dus ook achter dat Kiki mij dus al volgt op Instagram. En ik had een oproepje gedaan. Wie zou er heel graag een keer met mij mee willen lopen? Nou, hebben er 100 mensen gereageerd, als niet meer. En ook Kiki. Kiki denkt dat er 3 mensen mee mogen doen en dat er uiteindelijk maar 1 uitgekozen wordt. Maar er is er maar 1. En dat ben jij, Kiki. Nou sta ik vanavond op de Uitmarkt. En dat is de culturele aftrap van het seizoen. Op het gebied van film, theater, muziek. Noem het allemaal maar op. Nou heet mijn programma natuurlijk Backstage. En kan Kiki dus de hele dag met mij meelopen. Dus ik moet door de wasstraat met mijn gezicht. Ik moet nog een andere outfit aan. En dat krijg jij dus straks ook. En nog heel veel andere vette verrassingen. Dus Kiki, als dit geen experience is. Maar laten we nu snel aan de slag gaan. Let's go. Hier woont ze. Kom. Er zit iemand in de woonkamer. Kom. Kiki, do you love me? Hoe is het? Ja? Ik wist helemaal niet dat jullie kwamen. Maar we zijn er gewoon. Mogen we binnenkomen? Ja. Hats, sta ik ineens voor je deur. Kiki, do you love me? Wat dacht je toen ik ineens net voor je deur stond? Ha? Ja, inderdaad. Want ik had het helemaal niet meer verwacht eigenlijk. Kiki, vertel, wat doe jij allemaal? Nou, ik hou zelf ook heel erg van zingen. Daarom vind ik het ook leuk om even achter de schermen mee te kijken. Ja. En hoe lang zit je op zangles? Oh. Ja. Ik moet nog uit gaan kijken over wat ik ineens een puist tegen mijn kop aan krijg. Volgens mij zit ik sinds 2015 bij de Babette LaBaye Music Academy. Cool, cool, cool. Maar wij gaan zo dadelijk naar Amsterdam, want jij hebt natuurlijk een muzikale meeloopdag gewonnen. We gaan naar de Uitmarkt en we gaan natuurlijk gewoon lekker backstage met z'n tweetjes. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, zie je natuurlijk gewoon dat ik helemaal niks met mijn gezicht heb gedaan. Dat ik zo mijn nest uit ben komen rollen. En jij ziet er natuurlijk weer beeldig uit, Kiki. Dus we gaan eerst even visagie. Gaan we even langs Marloes, die is super leuk. En we gaan even natuurlijk een ander outfitje scoren. En dan denk ik dat we klaar zijn om richting Amsterdam te gaan. Ready? Ja. Zeker. Let's go, let's go. Do you love me? Hallo! Yes, yes. Kom jij ons ophalen? Natuurlijk, ga maar mee. Oké. Nou, Studio Ferdinand. Licht zijn klaar, achtergrondrollen zijn klaar, koffie staat klaar. Jullie zijn volgens mij vet worden. Heb je dit wel eens gezien, Kiki? Nee, niet zo mooi wit. Hey, maar Kiki, dit is nog maar... Ik heb namelijk nog 1 iemand voor jou geregeld, als het goed is. Ik zou het niet weten, maar ik vermoed... Dat is natuurlijk gewoon de achterste. Marloes! Marloes die gaat ons vandaag mooi maken. Die gaat ons klaarstomen voor de Uitmarkt. Laten we gewoon lekker starten. Koffie, thee, something? Ja, koffie. Koffie. En door. Eigenlijk maakt het me niet echt uit wat jij denkt dat het beste is. Het is wel heel erg knap, hè Marloes? Het is echt heel erg knap. Het is heel knap. Ja! Ik heb het heel knap. Ik ben natuurlijk niet zo'n super Milan of zo, maar ik hou gewoon vooral van kleding, lekker zit en er een beetje leuk uitziet. Een leerjekje met een hele leuke broek, een leuk shirt en een hele hippe broek. Ja, gewoon een lekker leuk shirt. Ha. Vet benieuwd wat ze ervan vindt. Ze zit nu natuurlijk nog even in de maquillage en daarna mag ze zich gaan omkleden. Holy shit! Vind je het mooi? Ja, heel erg. Je ziet er echt heel erg nice uit. Oké, maar wat missen we nog? Een outfitje. Ik heb dus dit voor jou uitgekozen. Een broek met een stoere jack, want je bent wel een beetje een stoere chick. Ik hoop dat je het vet vindt. En heel je erg. Hebt zelf nu al een zwart shirt aan, dus misschien is dat wel cool. Probeer het even. Ga het even aandoen. Yes. Zo, nou ben ik zelf aan de beurt. Zoals je ziet, een blote billig gezicht, maar zo dadelijk fixt Marloes het gewoon allemaal. Kiki, vind je het leuk vandaag? Nou, nee. Hey Kiki, straks als we op de Uitmarkt zijn, heb ik dus een heel leuk ding voor jou bedacht. Jij gaat namelijk één van de belangrijkste muzikale brein achter de hele show, Alvin Lewis, ga jij een aantal vragen mogen stellen. Dus ik heb een aantal kaarten meegenomen, gaan we een aantal vragen opschrijven. En die kun je dus aan hem stellen. Dus hoe heeft hij dan bijvoorbeeld keuzes gemaakt voor de artiesten die er die avond staan? Maar misschien heb je zelf ook wel wat vragen. Want jij mag zo dadelijk als kookreporter terrein gaan rondlopen. Okay. Hoe cool is? Vind je het cool? Dit is de before. After. Holy shit. Even een rondje. Wat zie je er mooi uit. Ben je happy? Heel erg. Wat heb je allemaal gedaan met haar? Hey, we hebben lekker pittig oogje gemaakt. Ze had nog nooit wimpers gehad, dus dat vonden we leuk om even te doen. Klein slagje in het haar. Wat volume erin gedaan. Dus ze is helemaal klaar. Yes. Ze is helemaal ready to go. Ik ben echt blij. Nou,
super. Marloes, dankjewel. Schat, we gaan richting de uitmarkt. Maar we gaan eerst nog even lekker wat eten, want we hebben er al een hele dag op zitten. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Zeker, ik heb er zin in. Zeker. Let's go. Hadzevlans, aangekomen in Amsterdam op de uitmarkt. En het regent. Yes. Maar zoals je ziet staat de band hier al in elk geval op te bouwen. Ja. Heb je wel eens op zo'n groot podium gestaan? Nee. Wil je niet even een rondje doen? In de regen? Nee. Ja. Oké, come on! Hier is Kiki Krijnen. Vanavond op de mainstage van de uitmarkt. En hoe voelt het? Ja, voelt lekker, zegt ze. Voelt lekker. Kom, we gaan naar binnen. Nou, dit is mijn kleedkamer. Niet mega fancy. Sherry-Anne. Hey, Alvin! The man Hello. Himself. Hoe is het? Goed. Alvin is de bandleider vanavond. En dit is Kiki. Kiki loopt vandaag met mij mee. En Kiki, die gaat je al zo dadelijk interviewen als dat mag. Heb je straks een klein momentje voor ons? Dus we gaan even zo dadelijk onze vragen voorbereiden. Yes, ik jou zo dadelijk. Dankjewel, Alvin. Tot zo. Nou, dit is het. Hier doe ik mezelf omkleden. Nou, zo dadelijk mogen we wat vragen stellen aan Alvin Lewis. Dus heb ik deze voor jou meegenomen. En deze. Zij is zo dadelijk de reporter. En we gaan wat vragen bedenken. Welkom mensen van Coke TV. Ik ben Kiki Krijnen, jullie nieuwe reporter. En let's go! Ik moet nog gaan vrezen voor mijn baan. Klopt. Oké, dan Kiki, we hebben alle vragen goed voorbereid. Ready? Ja, helemaal. Waar is eigenlijk de uitmarkt precies voor bedoeld? De uitmarkt is de opening van het culturele seizoen in Nederland. Eigenlijk alles wat je van de winter in de theaters in Nederland kan zien, proberen wij hier een glimp van te laten zien. Dus ik denk dat we wel genoeg weten, toch? Alvin, we hebben wat vragen voor jou bedacht. De eerste vraag is, hoe stel jij je line-up op? Die stel ik op aan de hand van mensen die ik al een paar jaar ken, aan de vibe. En eigenlijk ben ik ook altijd een persoon geweest die ook risico's durft te nemen. Dus als er een nieuwe talent is, of ik denk van, hé, dat lijkt me leuk, dan ben ik een van de eerste die zegt, dat ga ik gewoon doen. Wie is je favoriet van de line-up? De eerste die me opkomt is natuurlijk Sherry-Anne. Ja. Staat ook daar zo van, oké. Nou, leuk. Ja. Heb je ook weer in je zak? Hoe vaak hebben jullie gerepeteerd? 2 keer. Maar we bereiden natuurlijk met z'n allen wel gewoon voor. En iedereen doet zijn eigen ding. En op een gegeven moment kom je bij elkaar. En dan is het gewoon een kwestie van iedereen zijn taak weten en doen. Heb je helemaal zelf de arrangementen bedacht? Ik bedenk wel heel veel van tevoren. Samen met mijn partner Patrick. En dan op een gegeven moment overleg je dat met de artiesten. En als hun met ideeën komen, vind ik alleen maar leuk. Maar ik doe wel de aanzet. Dan hebben we nog een laatste vraag. Het gaat een beetje over het thema hier. Kan je meer vertellen over dat hele thema? Wat ik daarover kan vertellen is sowieso Martin Luther King is 15 jaar geleden overleden. Ik denk dat voor iedereen dat een belangrijk gegeven is geweest. Vooral dat zo'n belangrijk persoon is. En dat wij dat vanavond mogen eren met muziek, met mensen, met vrienden. Dat is alleen maar mooi dat dat kan en dat we dat kunnen uitdragen. Leuk om het allemaal te horen zo. Kiki, de eerste keer als reporter. Alvin, wat vond je van de vragen? Super tof. Ja? Heb je die zelf verzonnen? Ja, met Sherry. Say cheese! Hey. Nou, ik moet zeggen Kiki, je hebt het super goed gedaan. Wat vond je er zelf van? Ja, leuk. Ik vind het lastig om dan antwoord te geven als hij dan net heeft geantwoord. Ja, maar dat maakt niet uit. Als je gewoon deze doet, then it's all good. Ja. Oké, ik wil je nog wat dingetjes laten zien op het terrein. En dan wil ik jullie natuurlijk thuis ook laten zien, dus let's go. Kom. Yes. Oké dan, jij wilde een echte backstage. Oké, die krijgen ook. Nou, hier is een drummer aan het afbouwen. Heb je net gespeeld? Ging het goed? Wat bent u aan het doen? Ik ben jullie microfoons aan het klaarzetten. Maar heb jij alles van tevoren al klaarzitten? Dus zeg maar hoe de mixjes moeten zijn? Ja, daar was je bij toch? In de studio. Nog een leuk weetje. Dit zijn dus allemaal subwoofers. En als je je buren gek wilt maken, dan moet je dit. Dan jaag je al je buren weg. Misschien komt dat nog een keer van pas. Buurman. Ik ga me nu klaarmaken, want wij hebben zo dadelijk de generale. Dus wat ik nu voorstel, heb ik voor jullie geregeld dat jullie dus aan de andere kant kunnen staan. Kunnen jullie alles meekrijgen? Kan je dingen vragen? Yes. Zie ik jou zo, ja? Yes. Veel plezier. Jij ook. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no. De generale zit erop. Hoe vond je het over het algemeen gaan? Ja, over het algemeen vond ik het wel goed gaan. Ik maakte even een klein foutje, ja. Dat is even kut, maar... Maar wat vond jij ervan dan? Leuk, heel erg leuk om te zien. Dag. Topdag gewoon. Oké, ja, vind ik wel. Kim Holland, terug naar jou.
Hatseflats, het zit er weer op. Wat vond je ervan? Echt superleuk, ja, echt. Wat vond je het allerleukste? Backstage bij jullie, toen jullie moesten repeteren hier met alle camera's, vond ik echt superleuk om te zien hoe dan alles gaat. En ja, die hele doorloop, ja, vond ik leuk. Wil je het ook een keer? Ja. Geregeld. Jij gaat gewoon de volgende keer met ons het podium mee op. Hoe vond je het bij Marloes? Superleuk ook, je ziet er ook heel goed uit. Dank je. Jij ook hoor. Oh, dank je, dank je, dank je. En je ziet er nice uit, toffe kleding. Vind je het zelf ook chill zitten? Ja, heel erg. Nou, weet je wat, dan mag jij het hebben. Nee. Ja. Hey, maar ik wil jou in elk geval ontzettend bedanken voor vandaag. De show is natuurlijk nog lang niet afgelopen, dus zij blijft nog even gezellig bij mij hangen en we gaan nog lekker wat eten. Dan wil ik jullie in elk geval ontzettend bedanken voor het kijken. Abonneer, ga ons volgen op alle andere kanalen. En vergeet je... belletje niet aan te zetten. Oké, dan en tot de volgende keer. Later.